Ga je nou toch gaan filmen? Jouw glas is leeg. Ja, maar ik hou niet van feliciteren zonder dat mijn glas vol is. Feliciteren, feliciteren! Wie valt het te feliciteren dan? Maar Monique Bos is toch jarig vandaag? Hoe de fuck is Monique Bos? Ja, dat is dat wijf wat op zijn maat woont. Dan, weet je, wijs daar naartoe. Ja, wijs daarheen. Dan is het mag. Ja. Maar dat zeg ik dus. Mijn wijn is leeg. Hallo! Geef hier, jij kan wijn pakken. Hallo. Kijk, ik het zien. Hij gaat snel weg. Niet mijn film. Oh, niet. Waarom niet? Mijn film is leuk. Volgens mij zie je nu alleen mijn neus, of ik niet? Ik heb mijn goede broek nog niet aan. Oh. Hij heeft zijn goede pak nog niet aangetrokken. Hallo, Monique. Nou, oh, dan valt hier van alles en dat gaat allemaal mis. Gaat allemaal mis. Maar ik hoop dat jouw verjaardag niet misgaat. Maar dit is een speciale videoboodschap. En nu gaat het misschien wel een beetje lang duren, zo. Ja, stop maar even. Moet ik stoppen? Ja. Oh, nou, ik moet even stoppen. Sorry, ik moet even onderhandelen over de prijs. Ja, hij loopt. Loopt hij? Ja. Amor. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Ja, zo komt er maar bij. In de gloria. Hoera! Hoera! Anders kijken er misschien ook kleine meisjes mee. Oh ja, dat kan ook niet. Ja, dat is waar. Hoera! Hoera! Heb je al gezien wat voor t-shirt ik aan heb? C'est la la vie. Weet je ook waar ik dat gekocht heb? Ja, ik wel. Waar dan? Op Sint Maarten. Grand Cas. Grand Cas. Zeg, luister, het is nu 10:55. Je bent bijna jarig. Je bent Nederlandse tijd bijna jarig. Helaas moet jij hier nog 5 uur langer wachten. Ha, lekker. Maar, lekker. Heerlijk, is heerlijk. Dus ik zeg, op jou. Op jou. Op jouw 41ste verjaardag. En ik heb, omdat ik het wat goed heb te maken, omdat ik... Waarom? Het is heel gênant. Omdat ik... Kom maar, Hessel. Hessel wil ook op de film. Kom maar. In 2. Want ze is niet meer zo... Is een beetje oud geworden. Kom maar. Ja! Goed zo, beetje! Hallo! Hallo! Oh ja. Ook tante Monique feliciteren. Ja, ook leuk. Wat ik dus wilde zeggen, is dat omdat ik dus gewoon echt 3 fucking jaar achter elkaar gewoon niet aan jouw verjaardag heb gedacht sinds jij op Sint Maarten woont. Echt heel, heel, heel schandalig, dramatisch. Dacht ik. Genant vond ik het. Dacht ik dit jaar. Maar er komt nu wel dat ik er nu aan dacht dankzij Facebook. Ja, dat is wel handig, hè? Ja, dat is handig. Hoe vind je mijn zonnebril trouwens? Een prachtige, real 3D zonnebril. Ja. Nou, kunnen we afronden? Ja, ga maar weg. Oké. Ga maar weg. Ja, oké. Adieu. Dag. Het is leuk nog. Ja. Nou, dat is wat een verrassing. Wat? Nou, je moet even. Nee, dit is niet waar. Nee, ja, doe maar wel. Doe maar. Gewoon even omdraaien. Doe maar gewoon even omdraaien. Ja, kijk, draai aan de andere kant. En dan zeg je hallo. En wie is daar? Dat is hij. Hij moet wachten, hè. Ja, oh, dus even schrikken. Wat is voor elkaar? Ik denk maar gewoon door. Nee, neem je tijd, ik blijf rustig wachten. Veel plezier, ik doe het wel. Allemaal alleen deze week. Nee, ik kom er niet achteraan. Ik ben hier. Zo, als je wil weten hoe ik erbij zit deze week, is het zo. Mijn imaginary friend. Ja, ik zeg. Moika. Moika. Veel plezier. Ik zei toch dat ik een keer terug zou pakken. Dat is echt wel een manier. Oké, stop. Ja. Dat had je niet verwacht, hè? Ik denk dat het voor de gek zou worden. Het duurt ook heel lang voor je omgeving. Ik ken het filmpje natuurlijk heel goed. Dus ik stond daar echt. Ik dacht, nou,
gaan we nog omkijken of niet? Maar dan had je wel zoiets van, is dat dan echt? Of dacht je dat niet? Het is een grapje. En omdat zij filmt, is het natuurlijk wel. Ik ben blond, ik trap er niet. Maar toch omkijken op een gegeven moment, hè? Ja, toch wel. Ja, happy birthday. En dan te bedenken dat ik sinds vrijdag op het eiland ben. Oh. Nee, niet echt. Nee. Ik ben er net geland. Siska heeft me opgehaald. Sis zit al 4 weken in het complot. Jij met je complot? Ja, Joost, een beetje. En nou een boom. Ja, nou een boom. Oh, een beetje. Nee. Nee. Ik wel. Ik moet nou hier. Ik nog met Esther mailen, want ik wist dat Esther ook in deze periode ergens kwam. Ik denk, oh, we zullen toch niet tegelijk komen. Dus ik Esther een smoesje gemaild van, kan ik daar niet iets meegeven aan jou voor de verjaardag? Dank je. Die meneer wil ook graag opgestemd. Ja, tuurlijk. Dat weet ik ook. En Unamas. Unamas? Ja, mag ik ook zo heen? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Nou weet je hoe het voelt, ja. Dat is echt erg. En dat heeft ze mij 2 keer geflikt, hè, dames en heren thuis. Zal ik hem nu uitzetten? Ja, maar.